Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er drijven wat lage wolkenvelden over Nederland, maar regelmatig is er ook ruimte voor de zon. En zo ziet het er vanochtend helemaal niet onaardig uit. Alleen de temperatuur is misschien wat aan de lage kant, 14 of 15 graden. En verder staat er vooral bij zee nog steeds een stevige wind, een windkracht 6 tot misschien wel 7. En die 7 halen we in ieder geval in de middag. Dan staat er in het binnenland een matige tot vrij krachtige wind, is het 17 tot 19 graden en hebben we op een enkele bui na het droog weer. Vanavond vooral in het noorden nog een bui, elders opklaring en een temperatuur tussen de 12 en 15 graden. De wind blijft nog steeds stevig doorwaaien, maar die neemt morgen geleidelijk aan wat af. Dan vooral in het noorden, later ook in het midden een enkele bui, zonnige periode en 16 tot 18 graden. De temperatuur verandert op de donderdag een fractie, loopt iets op en vrijdag stijgt hij nog wat verder naar 17 tot 21 graden. Donderdag een meest droge dag, vrijdag een enkele bui en zaterdag lijkt de neerslagkans weer wat toe te nemen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.